Ik niet! En moet je eens kijken. Dit is het gebouw. Dit is dus mijn nieuwe huis. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En voor mij is het nog een beetje vroeg. Ik ben nog niet helemaal wakker. Ruben heeft me wakker gemaakt omdat... het nodig was. Omdat het nodig was. Maar we staan nu voor de deur bij Niek. En Niek die zal meegaan, want vandaag gaan we kijken naar ons nieuwe huis. Zeker. En we gaan aan jullie laten zien waar het is, hoe het eruit ziet. Ik ga jullie even een soort van tour geven. Dus het wordt hartstikke leuk, maar Niek gaat ook mee, want Niek heeft het ook nog nooit gezien. Alleen hij reageert niet meer, dus ja, hij neemt niet op. Dat is één probleem inderdaad. Ik heb gisteren met hem een potje FIFA gespeeld hier. Ja. Toen zei hij van ja, ik ga mee. Ik heb met gefacetimed, maar hij neemt niet op. Hij neemt niet op. Dus we gaan gewoon naar binnen. Ik heb gelukkig zijn sleutel. Ja, dus we kunnen hem gewoon uit zijn bed trekken. We gaan naar binnen en we trekken hem gewoon uit zijn bed. Maar wat als hij er niet is? Nee, zijn auto staat er. Oh, nou. Nee, hij heeft niet, hij heeft de auto van zijn moeder mee. Ik ga gewoon zijn bed uittrekken weer. Alsof we gewoon weer een prank aan het doen zijn. Niek, wakker worden. Joepie. Ik had zo'n leuke droom. Waar wil je over dan? Dat ik jullie moeder ging neuken. Oh. Dat zijn geen goede grapjes, weet je nog? Nee, ik weet niet wat ik droom. Het is bloemen. Wat is dit nou weer, Niek? Nou, wel een mooie bloemenvaas. Niek, heb je zin om mee te gaan naar Amstelveen om het huis te zien? Ja. Weet je hoe laat het is, Niek? Ik had het lekker gezet om 12 uur. Oh, nou, eventjes lepeltje liggen nog. Niek gaat zich eventjes klaarmaken. Ja, Niek, kom, ga. En dan gaan we lekker een koffietje doen op de zaak. Even wat eten. En dan gaan we naar Amstelveen. En dan ben ik ook benieuwd wat jij ervan vindt. Want jij hebt het ook nog niet gezien. Ja. Nou, hij lag inderdaad nog te slapen. Ja, lief, hè? Wat lief, joh. Maar hij heeft ook echt kunnen, hij had een lekkere droom, zei hij. Ik heb Niek één keer eerder wakker gemaakt toen hij nog bij zijn vader woonde. Niek die wordt altijd zo schattig wakker. Nee. Ja, nee. Als ik wakker word, is het godverdomme, laat me eens met rust, jij man. Jij bent echt verschrikkelijk, maar echt verschrikkelijk ben jij. Gewoon, het maakt niet uit hoe laat het is, hoe ik je wakker maak, altijd zo met ontbijt komen. Jij zegt gewoon, nee! Ja, maar ik hou er ik gewoon heb lekker gezet om 2 uur 's middags. Ja, maar ik hou gewoon echt niet van om wakker gemaakt te worden. Ik ben gewoon zo'n type die dan wil ik wakker worden, lekker rustig. Nog even op mijn telefoon alle appjes eventjes beantwoorden en gewoon rustig wakker worden. En dan komt hij en die zegt... kom, we gaan naar de zaak, we gaan koffie drinken. Maar ik ben gelijk vrolijk in de ochtend, ik wil gewoon gelijk beginnen. Ja, ik niet. Ik moet echt opstarten. Ik ben totaal geen ochtendmens. Ik weet niet wat jullie zijn, een avondmens of een ochtendmens. Ik ben echt een ochtendmens. Maar laat maar eens weten in de reacties wat jullie zijn, avond of ochtendmens. Ik denk dat ze het ondertussen wel weten, dat jij dat zo bent, toch? Oh jongens, mijn oogjes. Ja, maar ja, klopt. Ik moet echt heel erg opstarten gewoon in de ochtend. Moet je eens eventjes kijken wat hier bij Niek in huis ligt. Misfit de serie. Een notitieboekje. En kijk eens, we staan er allemaal op. Ik sta zo hier zo. Kijk eens, daar zo. Met die witte schoentjes. Hey, maar jongens, hartstikke leuk. Heb je gezien wat Niek er allemaal ingeschreven heeft al? Niks. Maar kijk maar. Niks. Was dit een grap? Laat maar jongens, het is nog een beetje vroeg. Nee hoor, maar ik weet niet wie van jullie al de serie heeft gezien. Misfit de serie op Netflix staat er nu. En staat ook volgens mij momenteel op nummer 5 in Nederland. Maar ik speel in Misfit een homo. Dus ik val zeg maar op jongens. En ik heb al een paar reacties en een DM's gekregen van mensen die vragen van... hey Vincent, ik zie dat je in de serie op jongens valt. Is het ook in het echt? Nee jongens, ik ben acteur dus ik speel dat. Dat is mijn rol. Maar in het echt ben ik gewoon... Huh? Ik vind dat je het heel goed speelt. Dankjewel, maar in het echt val je het gewoon op vrouwen. Nee. Jongen, hij speelt het zo goed, ik twijfel. Maar Jopie, het is wel leuk dat we samen in een serie spelen. Ja, dat is wel leuk. Nou, leuk. We zaten weer samen op de bank, zaten we heel de serie te kijken. Het is best wel grappig, want in de serie zijn we beste vrienden, maar in het echt zijn we ook beste vrienden. Dus het was heel grappig dat dat dan ook... In het echt zijn we meer dan dat, toch Vincent? Jezus. Ik ga dat pleuren, maar goed. Maar wat ik al zei, er waren DM's van mensen die dat allemaal vroegen. Van, hey, ben je nou echt homo? Nee, ik ben niet. Ik val gewoon op vrouwen. Maar ik ben acteur, dus ik speel dat. Maar goed, ik ben benieuwd wat jullie van de serie vonden. Dus laat ook eens even, laat me even lekkertjes weten, toch? Laat het maar even lekker weten in de reactie wat je ervan vond. Zo, Jopie. We zitten in de auto, Jopie. Hey. Ben je benieuwd? Ja, ik ben heel erg benieuwd.
Want wat ik ben echt benieuwd hoe het huis eruit ziet. Ah ja. Oh ja. Echt? Ja. Maar waar ben je nou het meest benieuwd naar? Ik ben heel erg benieuwd naar wie die derde huisgenoot gaat worden. Dat ben jij niet. Nee. Jongens, dit is ook de eerste keer dat jullie het gebouw zien. Dit is hem. Dit is hem gewoon. Het hele gebouw is van jullie? Ja, ja. Wow. Alles. Lijp, hè? Elke verdieping. Elke verdieping. Ja, jongens, we dachten we moeten gewoon een groots uitpakken. Leuk voor de content en zo. Dus we hebben hem helemaal gekocht. Nee, grapje. Grapje. Nee, leuk, leuk. Daar staan we. En moet je eens kijken. Dit is het gebouw. Er wordt nog steeds aangewerkt, want je ziet hier nog allemaal spullen staan. Maar hier is het dus. Dit is het. We zijn niet met lege handen gekomen, want dit is behang wat op de muur komt. Ik laat zo zien waar. Maar we gaan dat eventjes helemaal naar boven brengen. Maar we zoeken nu eigenlijk zeg maar degene die ons mee naar boven neemt en die dit behang voor ons gaat plakken. Waar is die sleutel dan? Die hebben we nog niet. Nee, we zitten er nog niet in, jongens. Dat duurt nog wel even. Het is uiterlijk 1 november gaan we erin. Want er zijn nog een paar dingetjes die moeten gebeuren. Er zijn nog een paar, weet je, het is nog niet helemaal af. Maar als het af is, dan gaan we er gelijk in. En we hebben wel echt alles al geregeld. We hebben al spullen gekocht. Banken, slaapkamers, alles. Slaapkamers. Banken, bedden, dat soort dingen. Daar zijn we, boven. En moet je eens kijken, wat een uitzicht. En daar in de verte, dus dit is de Zuidas. Wat een lelijk uitzicht. Jeet. Daar is de arena. Ja. Hier, daar is de arena, man. Ja, heel vet. En kijk eens even, we beginnen gelijk hier, bij mijn kamer. Moet je eens kijken hoe groot. Oh. Blijf, hè? Badkamer. Kijk eens eventjes, uitzicht. Mooi groen. Openslaande deurtjes zo. Goed, hè? Dus mocht je dood willen. Kan je ook nog springen? Nee, maar jongens, het is heel lekker. Je kijkt er ook uit over groen, want daar is zeg maar niet heel veel meer. Maar ik heb hier een heerlijk groot kamertje. En moet je eens kijken hoe fijn dit is. Moet je eens even kijken. Ik heb mijn eigen badkamer, hé. Jezus. Lijf, hè? Echt enorm, hè? Hij is echt een ziek grote douche. Wil je chick zo hier zo? Doe even normaal. Maar hier is zeg maar de entree, dan heb je links mijn kamer en dan heb je hier de kamer voor de derde persoon. De mystery guest. De mystery guest en die heeft ook een heerlijk kamertje. En dan gaan we verder. Kijk eens even. Een toilet. Mooi. Gaaf, hè? En dan is dit de kamer waar Ruben gaat slapen. Ook een heerlijk kamertje, zelfde uitzicht als wat degene hiernaast heeft en degene daarnaast. Maar heerlijk. Hier komen de vaatwassen. Hier komen de droger en de wasmachine. Hartstikke chill. Hier is nog allemaal. Ja, ik weet niet hoe het is. Dan lopen we door. En dan hebben we hier de badkamer voor Ruben en de derde persoon. Maar ook echt fucking groot. Grote douche. Echt, ik vind het een hele mooie badkamer zelf. En wij hebben niet gekozen zelf voor deze badkamers, want zo zat het er al in. Maar ik ben er heel erg blij mee, want het is gewoon helemaal clean. Hoe ik het zelf ook zou willen, dus dat is tof. En dan lopen we door naar de woonkamer. En joh, dit blijft zo chill, jongens. Ik heb serieus echt, vroeger zei ik altijd van, oh, ik wil een appartement wonen met veel licht en uitzicht en lekker groot. En kijk eens even waar ik nu gewoon ga wonen. Het is echt bizar. Lekker grote ramen met een openslaande deur. Een hartstikke groot balkon ook. En als je zo, ik ga zo dat laten zien, maar er zit hier nog glas voor, zoals je kan zien. Maar dan kan je helemaal wegschuiven daarin, zodat je echt een open balkon hebt. En hier ook weer heerlijk uitzicht naar Oudekerk aan de Amstel. Lekker groen. En oh mijn god, jongens. Ik kan niet wachten om hierin te gaan. Je hoort, er is nog heel veel galm, omdat er ook nog helemaal niks is. Oventje, magnetronnetje in één. Hier komt een inductieplaat volgens mij. Ja, jongens, moet je eens eventjes kijken. Ik kan, zoals ik jullie zeg, echt niet wachten. En dit natuurlijk, wat we net hadden, dat behang, dat komt hier helemaal over de wand heen. Het is een soort van bruinachtig behang. Maar ja, dit is dus mijn nieuwe huis.
En hier ga ik de komende jaren waarschijnlijk wonen. Met een heel leuk groepje. En hier gaan alle vlogs komen. En hier gaat alles gebeuren. En dit is echt een nieuw hoofdstuk voor mij ook. Ik heb er heel veel zin in. En ja, wat ik zeg, het is een nieuw hoofdstuk. Ik ga hier wonen. En vanaf hier gaan we weer allemaal lijpe stappen maken. En lijpe dingen gaan filmen en vloggen. Dus dat wordt hartstikke vet. Kijk eens even. Moet je eens kijken hoe groot dit balkon is. Het is gewoon hier 1, 2, meer dan 2 grote stappen breed. Kijk eens, en hier zit nog glas voor. Dus in de winter is het hier nog best wel warm. Maar je kan dit glas helemaal opschuiven. Dat het uiteindelijk zo hier in het hoekje vast zit. Hier nog een lekker raampje wat open kan. Oh, jongens. En wat ook lekker is. We hebben een balkon op het zuiden. Dus de zon die komt daar op. Die gaat zo. En in de avond is hij hier. Dus we hebben altijd zon. En is dat eventjes lekker? Jazeker. Oké, goed. Ik ga jullie een beetje uitleggen waar het balkon. Hier komt een 65 inch tv met een soort van houten wandding erachter. Ik weet niet precies hoe je dat noemt, maar goed. Dan komt hier een bank met zo'n lekker stuk waar je voet op kunnen liggen. En dan 3 meter hierheen tot ongeveer hier. Zo'n lekker grote bank. Dan gaan we hier een soort van plant zetten met een Sonos box en allemaal andere leuke dingetjes en plantjes en dingen. Hier gaan we iets ophangen van de schilderij. En dan gaan we hierheen en dan komt hier een bank te staan, zeg maar een soort van eetbank, een tafel en dan 3 stoelen. Fantastisch. En vervolgens is dit de keuken waar we superveel gaan koken, of niet? Jawel, we gaan heel veel koken, tuurlijk. We gaan superveel koken. Hey, en je vergeet de barkrukken? Oh ja, er komen hier ook een barkrukken staan. En wat ook fijn is, achter die tv-band gaan we een hele soort van Philips Hue ledstrip doen. Dat als je als de tv aan kijkt, moet je hem aan zetten. En ja, de slaapkamers. Dat is, iedereen heeft zijn eigen slaapkamer. Dat is hartstikke tof. En dit is heel mooi! Ik ben de derde huisgenoot. Ik ga het afklappen. Fuck jullie. Niek is niet de derde huisgenoot. Maar Niek is wel heel vaak hier als het goed is. Toch Joop, je komt heel vaak hier chillen ook. Ja, ja, oh ja. Het is zo grappig dat je zeg maar nu nog hier bent. En dat er gewoon nog helemaal niks is. En dat er straks helemaal vol staat. Met allemaal spulletjes. En dat je hier straks een bank hebt. Oh jongens, wat ik al zei. Ik kan echt niet wachten om straks alles in te gaan richten. Om lekker mijn kamer helemaal top te gaan maken. En gewoon alle mensen straks staan dat we gewoon ook de sleutel hebben. Dat je gewoon naar binnen kan dat dit gewoon jouw huis is. En wat ook chill is, ik heb gewoon een eigen garage. Dus ik kan er gewoon onder het gebouw staan. Dus mijn eigen plek. Dus dat is ook hartstikke chill. En weet ik ook zo lekker vind dat we zo'n lange gang hebben. We hebben best wel een lange gang. Nou goed, de kamer van Ruben. De kamer van de derde persoon. En dit is mijn kamer. En hoe ik ongeveer een beetje mijn kamer ga indelen. Kijk, dit is de deur. Dan ga ik hier een tv hangen. Met misschien ga ik dit nog grijs maken. Ik weet het niet zeker. Ben ik nog wel aan het twijfelen. Dan komt hier mijn bed te staan. En dan hier komt mijn setup te staan met mijn boxen en alles. En het wordt hartstikke dik. Kijk, zo gaat het dus open. Je kan het zo schuiven. En dan klik je hem zo. En dan hats of lats. En dan kan je daar uiteindelijk al die glazen dingen neerzetten. En dan heb je gewoon een heel open terras. En dan krijg je lekker tof. Oh ja, en deze dingen is voor zon. Als je binnen zit kan je zo doen waar de zon is. Zodat je... Dat je beschut bent en geen zon bijvoorbeeld op de tv komt die daar komt hangen. Kijk eens, het is eerste plasje. Drift date. De eerste plasje in het huis. Wel lekker dat de deur open. Altijd lekker. Ja, dit is mijn kamer. Hoe ga je dit doen dan? Hier komt mijn bed. Dan een kast ergens hier en dan een tv aan de muur. En geniet van het uitzicht natuurlijk. Wauw. Mooi hè? Kijk, ook uit de arena toch? Ja. Ja. Zie. Kijk jongens, hier heb je zelfs een algemeen tuintje. Ik weet niet hoe vaak wij hier gaan zitten. Niet heel vaak, denk ik. Maar het is leuk dat het er is. Daar heb je ook nog een plekje waar je kan zitten. Nou, wat leuk. Heerlijk. Een gemeenschap. Ik heb me al opgegeven voor de moestuintjes. Ik ga de moestuintjes doen hier. Kom maar een paar wietplanten neerzetten. Ja, stiekem. Nee, ik heb al gezegd. Ik ga hier bij het bestuur ga ik de moestuintjes bijhouden. Nee, dat ga ik niet doen. Maar kijk eens even. Hier kan je lekker zitten. Maar ik zeg al, hoe vaak ga je hier nou zitten? Ik weet het niet. Maar het is leuk dat het er is. Dit is dus de garage. En ik heb ergens hier, krijg ik dus mijn eigen plek voor mijn auto. Dus het is zo chill dat je gewoon hier aan komt rijden. Dat je gewoon je auto neerzet. En dat je gewoon gelijk naar boven kan, weet je wel. Heerlijk. Altijd veilig je auto staan. Lekker binnen. Nooit vies. Top!
Maar dit is dus de garage. Welk nummer is van jou? Dat weet ik nog niet. Ik weet dus nog niet welk nummer van mij is. Jongens, ik ben sowieso heel erg benieuwd wat jullie van alles vinden. Van het appartement en van het gebouw. Dus laat het sowieso eventjes weten in de comments. En heb je zin in de leuke video's en de vlogs die hier worden gemaakt? Abonneer dan even. Want abonneren is... Abonneren goed. Is meemaken. Abonneren. Jongens, je moet even abonneren. Precies, je moet gewoon even abonneren. Ik hoop dat zou top zijn. Dat zit, maatje. Nee, dan moet je wel ver lopen. Maar het is best goed. Ze hebben dit speciaal voor jou opgehangen. Ja, eigenlijk moet je... Uitkijken, look out. Eigenlijk moet je gewoon nummer 70 hebben. Net niet. En dit is dan de ingang waar ik zo hopt naar binnen rijd. G-Wagon kan hier helemaal niet doorheen. Mijn G-Wagon? Nou, hij is wel hoog. Dan had ik maar een G-Wagon. Wat ook lekker is, hier heb je een Aldi, je hebt een kruidvat, hier heb je een groenteboer zitten. Dus zeg maar, alle faciliteiten zitten er gewoon bij. Je bent zo op de snelweg, dus het is echt ideaal, jongens. En ik heb het nu al een paar keer gezegd, maar ik kan niet wachten. Zo, Hatzevlad. We zijn weg bij ons huis. En weet je wat we nu gaan doen? Wij zijn bij Oudekerk aan de Amstel. En wij gaan lunchen en voor mij ook gelijk ontbijten bij Loetje. Dus let's go. En Nick die heeft buikkramp, want die heeft te lang zijn kak opgehouden. Dus hij zegt dat hij nu kramp heeft. Ik moet zo lopen, dan doe ik minder pijn. Gaat het, Jopie? En nu een biefstuk erin rammen. Lekker een biefstuk erin rammen, let's go. Het is wel echt lekker. Kijk, dit is Loetje. En daar heb je nog de Ron Gastrobar en andere leuke tentjes. Maar dat is echt maar 10 minuutjes rijden vanaf ons huis. Het is aan de ene kant heel chill, maar aan de andere kant ook heel gevaarlijk. Kijk, dit bedoel ik. Hier zijn allemaal leuke terrasjes. Oh, lekker jongens. Moet je eens even zien. Wat lekker. Wat een goed ontbijtje zeg. Lekker eten. Ik heb er zoveel zin in. Oké, daar zitten we dan. En dit betekent dat wij een potje FIFA gaan doen. En ik ga jou gewoon een keer afmaken. Heb je ooit van me gewonnen? Ja, ja, dat heb ik. Nee, dat is niet waar. Heb ik waar die noos zit. Oké, ik heb misschien één keer gewonnen. Ik heb al een keer gewonnen. Met mij op FIFA? Ja. Ja, want jij elke keer als 5-1 voor staat, wil je het potje niet afmaken, omdat je dan wil stoppen. Ja, dan wordt het niet in de technische dingen meegenomen. Dus volgens mij heb je echt niet? Nou, oké, goed. Misschien heb je dan niet een keer gewonnen, maar deze keer wel. Ik ga nu wel winnen. Zit je nou te lachen? Ik kan liggen van jou winnen, Bik. Oké, nou, dan gaan we het nu zien. Kijk eens eventjes. Tweede minuut. Wow. 1-0. Wow, echt goed gespeeld ook. Hoezo? Dit was gewoon een goed goal. Kijk. Dit was gewoon een goed goal. Sergio Ramos met zijn links, buiten de 16. Ik scoor toch gewoon? Ik scoor toch gewoon? 2-0! Ja! Ja! Nikwa, het is wel toevallig. Dat nu, juist nu net aan het vervolgen bent. Ja, kijk, zie je? En nu gaat hij daar zitten, hè? Met voor jij nog nooit maar gewonnen. Dat is ook zo, maar ik zit ook altijd zo. Oh, en wat een goal, kijk. Oké. 2-1 bij rust. Jopie, ik vind het een mooie stand, maar... Je gaat niet volhouden, dat weet je. Hey, niet. Jij zit er door te klikken, maar... Ik doe niks. Yes! Yes! Oké, ik moet het nu pakken. Nu moet ik het echt niet weggeven. Well, it could be on for him here. There it is. Jezus. Dat was hem! Goed gespeeld. Eindelijk een keer gewonnen. Jongens, ik heb eindelijk een keer gewonnen van Niek. Dit is serieus echt heel erg bijzonder. Want meestal wint Niek wel echt makkelijk. Met 5-1 en zo van mij. Ik heb expres heel slecht gespeeld. Ja. Helemaal niet. Helemaal niet. Dit is echt verdediging van jezelf. Dit is echt verdediging van jezelf. Gaat hij nu, dan win ik een keer van hem en gaat hij zeggen... Ja, ik heb niet goed mijn best gedaan. Hou op. Finn. Ik denk dat het misschien echt klopt. Nee, dat klopt helemaal niet echt. Je bent me gewoon aan het naaien nu. Wat zeg je nou net tegen mij? Nee, ik heb wel echt gewonnen. Ja, je hebt wel echt. Ja, goed. Ik heb gewoon echt... Gun me nou gewoon een keer één keer winst. Ja, je hebt echt goed gedaan. Daarom. Ik heb eindelijk een keer gewonnen, jongens. Ja. Ja, nou. Ja, top. Ja, ja, leuk. Nu, hè? Kan ik weer met een goede, met voldoening naar huis. Niks nieuwe huis is één groot speelparadijs. Dan moet je eens kijken, hij heeft ook gewoon een pingpongtafel. Dus elke keer als we naar Niek gaan, gaan we of FIFA spelen, of we gaan pingpongen. Dus het is één competitieve... Ja, het is één gezelligheid. Het is één gezelligheid. Altijd competitie, jongens. Nu nog een dartbord. Nog een dartbord erbij. Pooltafel. Oh, leuk. Moet ook nog een beetje wellness creëren. Ja, ook nog dat we zeg maar ook nog een beetje kunnen relaxen in plaats van alleen maar dat competitieve, hè. Ja. Hoe staat het? 1-1, 2-1? Nou, laat me even zien, jongens. Oeh! Ja, mooi hoor. Ik heb net al verloren, dus het zal altijd de winnaar blijven staan. Dus ik wacht even af tot ik weer mag. Ik heb Niek net ingemaakt met pingpong. Met?
met 6-21. Dus ik denk dat we maar gewoon weg moeten gaan, hier, man. Ja. Ik heb net ook ingemaakt met FIFA. We gaan niet gedag. Nee, we zeggen niet eens gedag. We gaan lekker naar huis. We gaan eten. Mama heeft gekookt. Hey! Ik ben nu weer lekker thuis en ik ga de video afsluiten. Dus vond je het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want er komen nog heel veel vette vlogs aan. En dan zie ik jullie later!